Blijft Mozaqua open of gaat het dan toch dicht? Raadsleden worstelen, Bertiel Kane blijft hopen. Kan het er dik in zitten tot het gewoon verplaatst wordt naar een volgende vergadering? En Vaals landelijk op de tweede plek voor meeste mensen met armoede. Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van donderdag 17 oktober. De discussie duurt nu al ruim een half jaar, maar lijkt vanavond tot een definitief besluit te komen. Blijft zwembad Mozaqua open of gaat het dicht? Op dit moment discussieert de Raad van Gulpen Wittem over de toekomst van het populaire bad. Vooral voor Mozaqua-directeur Bertiel Kane is het een spannende dag. Heb je een beetje geslapen vannacht? Ja, nou ik slaap al maanden niet echt goed. Toch is het nog maar de vraag of er vanavond überhaupt een besluit gaat vallen over de toekomst van het bad. Ja, als ik normaal zou ik zeggen vanavond zou een besluit moeten vallen. Maar als ik zie welke amendementen nog ingediend, welke moties, welke onzekerheden er nog bij raadsleden leven. Los van het feit dat vermoedelijk 7 raadsleden van de coalitie en 7 van de oppositie er zijn. Kan het er dik in zitten tot het gewoon verplaatst wordt naar een volgende vergadering. Want zoals de directeur al zegt zijn er een hoop aanpassingen en nieuwe voorstellen ingediend. Bijvoorbeeld van de coalitiepartijen Balans en fractie Fransen. Zij willen dat het college toch gaat onderzoeken of het mogelijk is een doelgroepenbad in de gemeente te houden. Terwijl uit onderzoek van zowel Mozaqua als de gemeente blijkt dat dat erg duur is. Nou, dat gaat er allemaal vanuit dat wij als gemeente helemaal alleen zo'n doelgroepenbad moeten faciliteren. En daar ben ik het wel mee eens. Als wij dat als gemeente zelfstandig zouden moeten doen, is dat financieel bijna onmogelijk. Toch is Ineke van der Laan van oppositiepartij DOE22 niet onder de indruk van het plan van de coalitiepartijen. Dat doen ze denk ik om hun goede wil te tonen. Hè, om toch een beetje de bewoners voor het lapje te houden. Want iedereen weet dat een doelgroepenbad veel en veel duurder is dan het in stand houden van Mozaqua. We hebben een prachtige voorziening, die is gerenoveerd. Die kan doordraaien met 250.000 bezoekers per jaar. En iedereen weet dat een doelgroepenbad veel duurder is. Want dan moeten de inwoners hun eigen kaartje betalen. Dan wordt het niet meer betaald door de toerist. En dan is er nog de vraag of vanavond überhaupt een keuze gemaakt gaat worden. Een van de raadsleden van Balans, Ruud van Bremen, is namelijk niet aanwezig. Dat zou betekenen dat als de coalitie voorstemt en de oppositie tegen, de uitslag 7-7 zou zijn. Dat gaan we vanavond zien. Dan nodig ik iedereen uit om de raadsvergadering te bekijken. Maar wij gaan er voor 100% voor om vanavond tot het besluit te komen met een zo breed mogelijk gedragen meerderheid. En hopelijk echt wel een stuk breder dan alleen maar de coalitie. Want dit gaat onze inwoner zo nauw in het hart dat het echt belangrijk is hier een breed gedragen oplossing voor te vinden. Is het niet gek dat het college, de coalitie, het risico neemt dat dit vanavond om een gelijk spel gaat uitlopen? Ja, daar ben ik niet voor daar een uitspraak over te doen. Ik vind het wel verpand. Maar ik weet ook niet of ze 8-7 er zijn of dat het 7-7 is. Misschien is nog iemand ziek. Ik ga het vanavond aanluisteren. En dus blijft het nog even spannend wat er vanavond gaat gebeuren. Alle ontwikkelingen zijn zoals altijd te volgen via heuvelandvandaag.nl of in de app. En die discussie hangt ook allemaal samen met een ander probleem voor de politiek van Gulpen-Wittem. De begroting. Die is gisteren gepubliceerd en daaruit blijkt dat de gemeente volgend jaar geld overhoudt, maar de jaren daarna niet. In 2026 heeft de gemeente een tekort van bijna 1,3 miljoen euro. In 2027 is dat ruim een half miljoen en vanaf 2028 zijn er weer zwarte cijfers. Maar de begroting moet sluitend en dat wil zeggen dat er bezuinigingen op komst zijn. De lokale belastingen gaan volgend jaar ook omhoog. De OZB stijgt met 3,3%. De rioolheffing stijgt het hardst met 10,2%. De afvalstoffenheffing gaat omhoog met 9%. De totale woonlasten stijgen daardoor met 7,1%. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat ze volgend jaar 76 euro meer gaan betalen. Vaal staat landelijk gezien op de tweede plaats qua aantal inwoners dat leeft in armoede. Amsterdam staat op 1, daar leeft 6,6% van de inwoners in armoede. Vaal volgt kort daarna met 6,4%. En daarmee staat de gemeente boven Den Haag en Rotterdam. Het CBS heeft die cijfers vandaag bekendgemaakt.
Het bureau heeft samen met andere organisaties een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. In die methode wordt nauwkeurig gekeken naar hoeveel geld mensen beschikbaar hebben. De andere Heuvelland-gemeenten hebben veel lagere cijfers dan Vaals. Valkenburg bijvoorbeeld, die volgt met 2,4%. IJsden-Margraat en Gulpen-Wittem leven 1,9% van de inwoners in armoede. En in Meersen is dat 1,7%. Bij vakantiepark in Valkenburg aan de Geul heeft het ACT-interventieteam verschillende misstanden aangetroffen. Zo was er een vrouw die illegaal in Nederland verbleef, maar ook een groep van 4 mannen van Oost-Europese afkomst. Uiteindelijk bleken die mannen geen arbeidsovereenkomst te hebben. Om welk vakantiepark het precies gaat, is niet bekendgemaakt. En dan gaan we tot slot nog even terug naar de gemeente Gulpen-Wittem, want zij hebben een nieuw ondernemersplatform gelanceerd. En dat platform bestaat uit 8 leden en een voorzitter. Zij gaan onder meer meedenken met de gemeente over beleid. De komende 2 jaar gaat het college met de groep in gesprek en daarna wordt geëvalueerd. De adviezen van het platform zijn raadgevend en dus niet leidend voor het beleid van de gemeente. En dan nog het weer. Vrijdag blijft de temperatuur steken op 19 graden bij af en toe wat zon. Het blijft overwegend droog en er is een kleine kans op een buitje. De zuidwestenwind is matig en brengt de warme lucht naar het Heuvelland. In de nacht wordt het niet kouder dan 12 graden. Zaterdag start wisselvallig met enkele buien. Naarmate de middag vordert zal het droger worden. Voor half oktober is de temperatuur nog aangenaam te noemen met 16 graden. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden. Tot zover het Heuvelland nieuws voor dit moment. Morgenavond om 7 uur zijn we er uiteraard weer. Vanavond kunt u via onze website op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom de raadsvergadering in Gulpen-Wittem over Mozaqua. Morgenavond in het nieuws, interviews en achtergronden over dat besluit wat vanavond al dan niet gaat vallen. Ik wens u nog een hele fijne avond.